Prachtig mooi weer. We hebben een paar dagen behoorlijk regen gehad, maar het is nou echt super weer. En we zitten bij, hoe heet het ook weer? Botjegat? Heet het Botjegat? Nee, Blauwe Stad. Blauwe Stad? Nee. Nee, nu? Botjes Zandgat. Nou, al vinden we helemaal niks, dan is het al prachtig. Daar zie je zandwinning. Je ziet daar zie je zandwinning. En hier ook lichtzand. Mensen kunnen hier lekker picknicken, lekker zwemmen, lekker doen. Super. Nou, we zien het wel. Ik heb gehoord dat je hier van de ene moment op de andere moment tot je nek ertoe kan zakken, hè? Ja. Daar ietsje verder. Oh, niet hier. Nee, achter de lijn, hè. Oh, oké. <okay. laughs> Nou, succes. Jo, dank je. Kijk eens. €1. Ik heb er wel een half uur op moeten lopen. Maar de eerste euro is binnen. Kijk, hier een prachtig signaal. Kijk of we hem er zo uit kunnen trekken. Hij ligt ondiep. Nee, ik zal toch even een pinpointje erbij moeten pakken. Dit geeft niet. Oh. Oh. Nou, dat was dan iets minder als dat ik verwacht had. Ja, het kan ook. Kijk, we hebben natuurlijk maar €3 en een kwartje gevonden. En we mogen nog steeds niet klagen, want ik moest heel nodig. En ik moet kijken. Een zoekstrandje gewoon met je eigen toiletje. Hoe is dat? Dat maakt niet uit. Ik hoef het eerste uur niet meer. Nou, het strandje was echt niks. €3 en 25 cent. Dus we zijn even verhuisd. Zeg het maar. Ik denk een waternippel. Met een soort filterdingetje eraan. Dit is een filtertje. Zal wel ergens aan een pompje gehangen hebben. En het ruikt hier. Ruik je net of niet? Het is net alsof er verse griesmeelpap gemaakt wordt. Ja, misschien wel bij die boeren. Het ruikt echt lekker, hè? Nee, lekker weet ik niet. Ja, ik vind het wel lekker ruiken. Oh. Het is leuk. Een zinkmuntje met... Ja, er staat België op. En een wapen met nog iets. Ja, de achterkant is wel aardig glad, hoor. Nou, thuis even uitzoeken. Ja, ik denk een soort van oorlogsgeld. Het is echt een zinkmuntje. Kijk eens. Een duit. Voor een duit kom ik eruit. Kijk, oude verrotte cent. En het leuke van die centen zijn... Die komen echt
gigantisch door. En het is toch echt een oud verrot centje. Ja, weer weet ik het niet precies. Wij dachten misschien iets wat om de stang van een fiets gezeten heb of om iets anders. Maar wel weer leuk. Toch? Niet aan. Een leeuwencent. Een leeuwencent met een deuk erin. Kijk eens, wat een leuk gedeelte van een tinnen pot. Tenminste, een flesje denk. Hier de opening. De hals, mooi versierd. Zijkant mooi versierd. Ja. Ik denk een soort olieflesje of zo. Leuk. Kijk, daar hebben we weer een leeuwencentje. Nou, uiteindelijk vinden we toch nog best wel heel veel leuke dingen. Gelijk even live dek. Niks? Te roepjes. Oh, ik wou net zeggen, niks piept toch niet? Nou heb ik denk toch echt een blikje. Een oud blikje dan. Een maaierblikje. Oké. En ik denk een soort van lotion dop of zo, of een dop van een oude fles. Het oogt wel oud. Ja, soms vind je het en dan weet je er eigenlijk niet zoveel raad mee. Het is niet heel bijzonder, maar het is wel heel oud. Dus dat is dan wel weer leuk. Dit was hem weer. Dit was hem weer. We hebben heerlijk gezocht. We zijn op twee locaties geweest. De ene viel een beetje tegen, de andere was eigenlijk best wel heel erg leuk. En ik ga even bedanken dat ik mee mocht. Bedankt. Graag gedaan. Bedankt dat ik mee mocht. Bedankt voor het kijken. Vonden jullie hem nou leuk? Doe even een duimpje omhoog. Maar goed, wij hebben afgesproken dat als het land wat korter is en alles is wat toegankelijker, dan gaan we de dag nog een keer overdoen. En voor nu is het even afgelopen.